Dan gaan we nu luisteren naar Martin Kooijman van Winsys IT Solutions. De IT-specialist die natuurlijk vaste gast is in ons programma. Waar gaan we het nou vandaag over hebben? Je zei van tevoren iets over de cloud, hè? Ik merk in mijn praktijk dat er best wel wat misvatting is. Wat is nou die cloud? En iedereen heeft het erover. Want het is natuurlijk al jarenlang, we moeten naar de cloud. Maar wat is dat dan eigenlijk? Ja. Vroeger, praat ik even over 10, misschien wel 20 jaar geleden. Toen waren mensen heel trots dat ze niet de server onder hun, onder hun bureau hadden staan. Of misschien wel een aparte serverruimte bij hun bedrijf. Maar dan gingen ze diezelfde server, die brachten ze dan naar een datacenter. Ja. Waarom? Dat werd dan allemaal centraal beheerd, zodat de beheerders van zo'n datacenter niet één server moesten beheren, maar meerdere servers en ook de infrastructuur, het netwerk en alle componenten die er eigenlijk bij waren. Ja. En daar kon dan ook natuurlijk een betere prijs voor afgesproken worden. Dus eigenlijk het beheer verschoof eigenlijk van de lokale omgeving naar een wat centralere omgeving. Dat is per definitie dus niet de cloud. Al wordt dat op de dag van vandaag nog steeds wel zo benoemd. Want de cloud is? Nou, dan komt natuurlijk het verhaal wel, ja, maar wacht even Martin, wat is dan die cloud? Dat is eigenlijk een aaneenschakeling van services. Dus net let op het woord, services. Dus diensten, niet servers, maar ja, services. Precies. Verschil, in, ja. Tussen die datacenters onderling. En neem een Microsoft Azure of een Amazon Web Services. Dat zijn eigenlijk diensten die aangeboden worden, verspreid over meerdere datacenters. Tezamen maakt dat dus de cloud. Nou heb je ook wel eens in een column, 2 jaar geleden, met van die blokjes zitten spelen, zou ik bijna willen zeggen. De Kubernetes, verhaal. En de dat heeft hier ook mee te maken? Jazeker. De blockchain, ja, dat is nou een heel mooi voorbeeld van een verspreiding van infrastructuur over die datacenters. En waarbij je met blockchain natuurlijk wordt bedoeld dat je een soort ketting creëert, een ketting aan het rijgen bent, waar je elke keer een stukje meer entiteit bij gaat plaatsen. En op een gegeven moment moet je dus wel een nieuwe ketting maken, want anders wordt die ketting te lang en is die niet meer bruikbaar. En een voorbeeld daarvan zijn alle digitale coins die er op de markt te verkrijgen zijn. Het zou natuurlijk nog mooier zijn, en dan komt die heel eerlijk, dat er ook een technologie bestaat, in dit geval om data op diezelfde wijze op te slaan. En dat stukje, dat noemen we eigenlijk een blob storage. Ja, je hoort het goed, ik verspreek me niet. Het is echt een blob storage. Ja, dat is eigenlijk ook een soort ketting. Ja. Alleen dan in de cloud een mogelijkheid dus om jouw data op een andere manier weg te schrijven naar die cloud. Waarbij je dus constant een uniek stukje toevoegt aan hetgene wat er eigenlijk op dat moment al is. Ja, en het mooie daarvan is dat de datahoeveelheid, waar we dan over praten, eigenlijk ongelimiteerd is. Als ik dat kan combineren soms met het oude datacenter en natuurlijk met die werkplek die ze thuis gebruiken of op de zaak willen hanteren, ja, dan heb ik best een mooie business, een gave business waar ik ook impact kan maken. Ja, daar ben ik als ondernemer natuurlijk super blij mee. Nou ja, goed, dan zou ik tegen de kijker willen zeggen, wilt u nou ook eens een keertje goed kijken naar hoe u de infrastructuur nog kunt gaan verbeteren en hoe u beter gebruik kunt gaan maken van de mogelijkheden van de cloud van vandaag de dag, ja, dan zit daar Martin Kooijman. Ga even naar onze website als u daar meer over wilt weten. Die verschijnt onder in beeld. En Martin, bij deze uitgenodigd om volgende week ook maar weer te komen, want je was nog lang niet uitgenodigd. Nee, we gaan het zeker dit seizoen nog over veel onderwerpen hebben. Zeker. Dankjewel. Martin Kooijman.